Ik ben hier vandaag bij Residence Zee en Duin, wat ligt aan de Koningin Astrid Boulevard in Noordwijk. Residence Zee en Duin heeft 3 verdiepingen en beschikt over 12 exclusieve appartementen. De appartementen beschikken over voldoende parkeergelegenheid. En hier bevindt zich dan de hoofdingang. Zoals u ziet komen we meteen binnen in een ruime hal met garderobe en toilet. De eerste ruime slaapkamer met uw eigen aangrenzende badkamer. En dit is dan eventueel uw tweede slaapkamer. En tweede badkamer voor uw gasten of eventueel uw kinderen. Hier staan we in deze prachtige ruime woonkamer. En hier loop je het prachtige balkon op, waar je uitzicht hebt over de zee en het strand. Ik laat u graag nog enkele andere appartementen zien. We zijn nu op de tweede verdieping, 2 ruime slaapkamers. En als we deze kant op lopen, ziet u de woonkamer. Hier lopen we het topappartement binnen. Dit is de ruime woonkamer die ongeveer 80 vierkante meter bedraagt. Wat uniek is aan dit appartement is de hoogte en de lichtval. Hier gaat de zon op en daar gaat hij onder, waardoor u op een mooie zomerdag heel de dag zon heeft. En dit is het ruime balkon waar u prachtig uitzicht heeft over de Zuid. U bevindt zich hier in de master bedroom. Uniek aan deze ruimte is de mooie ronding. Ook uniek aan dit appartement is de bovenverdieping. Deze ruimte heeft 1001 mogelijkheden. U kunt zelf kiezen. Evenals het prachtige uitzicht is ook de omgeving zeer bijzonder. Noordwijk is namelijk een van de populairste badplaatsen van Nederland. Naast strand, zee en duinen bevinden zich hier ook vele hotels, waaronder het exclusieve Huis der Duin. Deze exclusieve appartementen staan te koop vanaf 1.250.000 euro vrij op naam.